Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten, zijn momenteel op YouTube zogeheten reactievideo's razend populair. Nu wil ik zelf best proberen om mee te gaan in die trend, maar dan wel op mijn eigen manier. Dit is niet de 20e aflevering van mijn Try Not To Laugh Challenge. Dit is geen compilatie van mensen die van hun fiets vallen en fucking doodgaan. En deze video gaat niet over fidget spinners. Ik breng jullie Blikvoer, een oud Nederlandstalig programma van zo'n 5 minuten lang, waar een persoon probeert een niet heel populaire mening over te brengen. Laten we gewoon lekker beginnen, dan zie je snel genoeg wat ik bedoel. Vroeger, als je een beetje anders was, dan was je meteen een hippie of een alto. Maar nu, als je een beetje anders bent, dan ben je gelijk emo. Maar emo, wat is dat dan? Dit is Gabi. Hoi. Gabi is van anti-emo.nl. Beste website ooit. Ik vraag me oprecht af of anti-emo.nl nog bestaat. Maar het hele ding van deze gast is dus, hij haat emo's. En daar is hij actief mee bezig. Hij heeft helemaal een website gemaakt over hoe erg kut emo's zijn. Dus wat heeft hij te vertellen? Ja, een emo is een overgevoelig persoon. Hoofd. Zo, ze kijken niet echt bij. Goeie samenvatting van een emo, ja. Ze hebben een hoofd. Ze kijken niet echt blij. Misschien staat emo dan ook al voor emotioneel. Wauw. Diep hoor. Ze hebben vaak snakebites. Dat zijn piercings. Die hebben ze door hun onderlip. Hier allebei. Ze dragen meestal zwarte kleding of heel kleurige kleding met veel roze of blauw. Het is een beetje nooit goed. Of ja, ze dragen alleen maar zwarte kleding of oh, ze dragen alleen maar kleur. Je mag toch gewoon lekker dragen wat je wil. Een hele lading polsbandjes. Zo herkenbaar. Een hele lading polsbandjes. Ik heb al een paar maanden dit polsbandje om. Ben ik nu ook emo? Ik maak me een beetje zorgen. Ik ken wel echt mensen die echt veel te veel polsbandjes hebben. Die draagt om te verbergen dat er littekens op zijn pols zitten. Oh, dat is een stuk minder grappig. Dat is dus een emo. Ziet er goed uit. Ze gaan dus nu op emo safari. Ze gaan emo spotten in het wild. 3 keer raden waar ze zijn, kan niet anders. Het Vondelpark. Ik weet nog wel van de goede oude emo dagen. Er was bijna iedere dag wel een emo meeting in het Vondelpark. Wat eigenlijk inhoudt, je komt samen met je bro's en je gaat wiet roken. Dat is ongeveer een emo meeting. En dan moet je zeker in het Vondelpark zijn. Dus waarschijnlijk is het niet heel moeilijk om ze te vinden. Grappig gefilmd. Hier achter ons vindt op dit moment een emo-meeting plaats. Precies, dat heb je zo. Er zijn iets van 200 emo. 200? Dat was echt een ding hoor. Emo-meetings in het Vondelpark. Dat is echt een ding geweest. Voor mij is het nog steeds een ding. Als je echt deep into the world zit. Maar het is een stuk minder populair vandaag de dag. De epidemie is voorbij, denk ik. Bij elkaar. De emo-pedie. Hey. Waarom doen ze dit? Ja, om toch contacten te vinden binnen de culturele wereld van emo. Hier is hij echt een soort fucking bioloog die gewoon zegt, ja, de emo probeert hier in zijn natuurlijke habitat contacten te vinden met medespecimens. Maar waar hebben ze het dan over? Als je het zo zou inschatten? Geen idee, ik kan me niet voorstellen dat het iets positiefs is. Ah, deze gast! Het gezicht is ook perfect waar ik hem gepauzeerd heb. Hij weet eigenlijk niks van emo's, maar hij haat ze gewoon. Ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ze doen, maar het is vast kut. Ik hou wel van deze man zijn pessimisme. Misschien is hij zelf ook innerlijk een klein beetje emo en kan hij daar gewoon niet tegen. Maar ik zou echt niet weten wat het is. Durven we nog een stapje dichterbij? Ik durf met gemak. Oeh, hij durft. Dieper into the jungle van de emo's. Oh shit, ik zie ze! Oh nee! We zijn in gevaar! Wat grappig jij dit is. Wat is jouw probleem met emo's dan? Ze zijn zelfdestructief en daarmee steken ze andere mensen aan, waaronder ook vrienden van mij. Hier zit een beetje denk ik het punt van zijn haat richting emo's. Ze steken andere mensen aan, waaronder vrienden van mij. Waarschijnlijk had hij gewoon een paar goede vrienden die zeiden opeens, yo gast, we zijn emo, doe je mee? En hij had zoiets van, fuck die shit. En nu is hij zijn vrienden kwijt. En wil hij gewoon heel graag dat de hele wereld stopt met emo zijn. Zodat hij zijn vrienden weer terugkrijgt. Als je op die manier bekijkt, is zijn emo-haat eigenlijk weer iets heel moois.
Dus ja, dat is denk ik een beetje waar ze emo-haat vandaan komt. Een slechte jeugd, sowieso. We zoeken nu naar de allergrootste emo die echt precies voldoet aan de hele omschrijving. Ben jij een echte emo? Nee. Hij kijkt wel heel verdrietig terwijl hij nee zegt. Waar zijn die emo's? Ben jij emo? Niet echt denk ik. Ik heb net zo goed mijn haar zo uit elkaar in de scheiding als dit. Ik heb net zo goed zo'n overschies aan als skinny, dus op zich ben ik meer totaal eigen stijl. Ik kan echt totaal niet verstaan wat die gast zegt. Echt totaal niet. Je bent een emo. Ja man. Blijkbaar. Als je zelf emo noemt, dan ben je gelijk een wannabe emo. Ja man. Zo is het gewoon. Ik weet niet, maar om een of andere reden heb ik een beetje te doen met dit meisje hier. Ik heb een beetje het gevoel alsof zij echt besmet is met het emo-virus. Ze komt niet over alsof ze emo is, maar gewoon, oh shit. Dit is mijn vriend, hij is opeens emo, ik doe ook mee. En dan vul ik gewoon alles aan met, ja man. Het klinkt wel gewoon echt heel cool. Ja, vind je dit? Ja man. Dit heeft echt iets cools, dus dat dan weer wel. Props voor jou. Als je jezelf emo noemt, dan haten ze je. En als je jezelf ziet, dan ben je oké. Ik zie je bijna. Okay. Ik zie bijna ook bijna niks. Wat is dit? Dit is van BMX, hoor. Nee, ik snij mezelf niet. Het is gewoon een vooroordeel, denk ik, die mensen hebben om toch weer iemand belachelijk te kunnen maken of zo. Wat voor een vooroordelen word jij mee geconfronteerd elke dag? Dat ze dan weer tegen jou zeggen. Emo of gothic of ga je zelf snijden of zo. Ik moet oprecht zeggen dat die gast hier een goed punt heeft. Ik ben redelijk van mening dat emo's moeten lekker doen wat ze zelf willen. En inderdaad dan het hele punt wat die gast ook zo meteen een beetje gaat proberen te brengen is, ja, emo's snijden zichzelf, dus emo's moeten stoppen. Ik denk dat het hele emo's snijden zichzelf redelijk een overestimation is. Er zijn vast mensen die emo zijn en zichzelf snijden, maar het is zeker niet zo dat ieder emo zichzelf snijdt. En wordt dan denk ik toch een beetje gebruikt om de hele groep collectief af te schuiven. Gewoon onder het punt, ja, ze snijden zichzelf, dus ze zijn kut. Dus ik vind zeker dat hij een goed punt oppert daar. Het haar wat over één oog gaat. Kapsels waren echt heel onhandig, daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Wat heeft hij nog meer? Bandshirt. Zou je voorbeelden kunnen noemen van emo-muziek? Van een band? Ja. Nu hoop ik echt dat hij geen muziek opnoemt waar ik graag naar luister. Please. Bijvoorbeeld Bless the Fall, Hope Dies Last. Nooit van gehoord. Dat soort bands, dat zijn En waar zingen zij over? Meer over gevoelens, over bidden en zo, en liefde en haat. Als je bijvoorbeeld jezelf een beetje niet op een rijtje hebt, dat je dat soort muziek gaat luisteren. Dat soort momenten heb ik wel eens gehad. We hebben als stelling emo's zijn gevaarlijk voor de samenleving. Omdat ze zelfdestructief zijn en doen een automutilatie. Ik vind het hier heel leuk hoe hij zegt, hij geeft twee redenen waarom emo's kut zijn. Ze zijn zelfdestructief, ze doen een automutilatie en... En zichzelf snijden en dat. En ze snijden zichzelf. Dat zijn de drie redenen. Zelfdestructief, automutilatie, zichzelf snijden. Dat is drie keer hetzelfde. Oh ja, ik vind het niet leuk. Ze moorden, ze maken mensen dood. Dat is hetzelfde. Het klinkt heel indrukwekkend dat je drie dingen opnoemt. En twee, automutilatie en zelfdestructief. Dat klinkt nog redelijk slim, maar het is allemaal hetzelfde. Dat soort dingen. Dat steekt elkaar aan. Dus de ene emo draagt het over naar de andere emo. En zo krijg je toch weer een cultuur die het nou niet zozeer belangrijk vindt, maar wel samen vindt gaan met in jezelf snijden. Nou vind ik het wel een interessant punt dat hij dus heel erg beweert dat emo's zich elkaar aansteken. Aan de ene kant ben ik het daar niet mee eens, maar aan de andere kant, ik heb oprecht een hele erge light emo fase gehad. Toen ik 14 was, had ik ook echt heel lang haar. Dus mijn hele kamer heb ik toen bij mijn vader groen laten behangen. En het ging ook een beetje om met de emo kids, die daar echt heel veel piercings hadden, alleen maar zwart droegen. Ik was redelijk light daarin, maar ik denk dat je oprecht wel een beetje aangestoken wordt. Het is een soort groepering in de samenleving waar, zeg maar, je moet eerst weten dat ze bestaan voordat je erbij aansluit. Niemand denkt opeens uit zichzelf, wow, ik ga dit soort muziek luisteren en zwarte kleding dragen. Je hebt het toch ergens gezien en je kopieert het een beetje. Dus ik ben het toch een klein beetje met deze man eens dat het een besmettelijk iets is, maar dan niet in een negatieve zin. Maar het is wel zo dat, denk ik, als jouw vrienden die een beetje die kant op gaan, dat je ze toch een beetje in het hele groepsdruk meeloopgedrag er een beetje achteraan zou kunnen lopen. Dat zou best kunnen. En op die manier is het gevaarlijk voor de samenleving. Kan je het vergelijken met zombies? Je hebt hier ook al zoiets van, ja, nou ga je wel heel ver. Ik vind hem ver gezocht, maar ja, ergens wel, ja. Dus emo's zijn meer depressief dan andere mensen? Het is populair om depressief te zijn bij emo's. Poeh! Dat vind ik wel een pittige mening om te hebben. Het is populair om depressief te zijn, maar oké.
Jouw mening. Daarom is het dus gewoon gevaarlijk. En daarom is dit de stelling van de dag. Emo's zijn gevaarlijk voor de samenleving. Heb je hier een mening over? Reageer dan in mijn reacties. Ik denk in ieder geval dat emo's sowieso niet gevaarlijk zijn voor de samenleving. Als je al emo bent en op het punt zit dat je jezelf snijdt, ben je natuurlijk meer gevaarlijk voor jezelf. Nou is het doel van jezelf snijden volgens mij niet doodgaan. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Sommige mensen zeggen dan heel erg dat het in de aandachthoek valt. Van, oh kijk, ik heb het allemaal op mijn armen zitten, ik wil aandacht. Maar aan de andere kant zeggen ze hier weer, ja, ze dragen heel veel polsbandjes om het te verstoppen. Dus dat loopt niet helemaal in één met de aandachtlijn. Dit zijn trouwens niet mijn meningen. Ik gooi gewoon eventjes wat ik vaak gewoon hoor. Nou heb ik om me heen wel eens wat ervaringen gehad met mensen die snijden. Het is gewoon een beetje, ja, niet heel fijn. En op een gegeven moment wordt het meer gewoon echt een soort verslaving. Dat ze gewoon de pijn heel fijn vinden, omdat ze zich heel slecht voelen over zichzelf. Want ik denk dat het toch een beetje samengaat met depressieve gevoelens. Ik weet niet of je per se het emo daar ook helemaal voor kan crediten. Ik denk dat er zat mensen zijn, als je achter je vrienden aanhuppelt en denkt, oh, ik ga wat zwarte kleding aan en wat meer abstracte muziek luisteren. Ik denk dat je niet zo snel denkt, oh, ik ga nu ook in mijn polsen snijden. Ik denk dat je dat meer echt vanuit jezelf moet gaan doen. Maar laat zeker even weten, zijn emo's gevaarlijk voor de samenleving? En lijkt het je leuk als ik vaker dit soort video's maak? Want ik heb nog een heel archief van gare blikvoervideo's liggen. En anders wat andere interessante video's. Het is in ieder geval weer eens wat anders dan een standaard reactievideo. En ja, ik hou er niet van om een basic bitch te zijn. Daarom heb ik een Minecraft Survival. Zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog en daar je over kijken. Doei!